Green Walnut is een verrassend en innoverend lambiekbier van Oud-Beersel. Zoals voor de oude kriek Oud-Beersel wordt er voor de productie van de Green Walnut enkel met echt fruit gewerkt. In de maand juli worden de nog groene walnoten geplukt in de Oud-Beersel boomgaard en toegevoegd aan lambiek die gerijpt heeft op houten vaten. De groene walnoten trekken op de lambiek, waardoor ze smaak en aroma afgeven. De initiële bitterheid die aan de noten wordt onttrokken, verzacht tijdens de rijping van de notenlambiek. Hierdoor ontstaat een delicaat evenwicht tussen het licht zure van de lambiek en het bittere van de groene walnoten. Na een hergisting op de fles wordt deze sprankelende notenlambiek van Oud-Beersel Green Walnut genoemd. De traditie wil dat de groene noten gebruikt worden in dranken zoals een nocchino en vin de noix. Green Walnut laat deze traditie herleven op basis van traditioneel lambiekbier.